is nog twee dat gezinnen. Dat is een dubbel leven, had ik toch? Ja, ja, ja. Een compleet dubbel leven. Twee gezinnen naast twee elkaar, gezinnen, kinderen, ja, alles op en eraan, ja, toch? Ja. Hele bende. Hele flink. Twee schoonmoeders, hele schoonmoeders. Dit is een glijbaan en daar moet een schommel komen. En daar gaan wij bij helpen. Zang chuding shi sam sam Ku zhi lai yao xia. Alle samen met Brit en Quinte. Brit en Quinte gaan van deze caravan een snoezelruimte maken voor de kinderen. Ja. Dus wat gaan we doen met deze keuken zo meteen? Eruit halen. Dieren. Voilà. Of je dat dan wel zeggen. We doen dat om het gras terug proper te maken voor de kindjes dat ze deze zomer voor vandaag. Wel, we zijn van plan om de tank te schilderen, omdat ik natuurlijk zwanger ben geworden en ons mijn liefje is gekomen. En daarmee is eigenlijk al een beetje uit zichzelf geraakt. Dus vandaag zijn eigenlijk alle jongens welkom en dan hebben we toch een opstart gekregen voor om de stad te gaan. Welke kleur wordt het? Het wordt zo'n beetje wit slash zandkleurig. Oké, terwijl we gaan. Even pauze pakken, moet ook gebeuren, hè? Stijn? Ja. Stijn? Ja. Alles goed? Ja. Bijna leeg. Ah ja, oké. Ja. Doe maar voort, hè. Oké. Okay. Ik krijg een vraag of ik ook werk en opdracht doe. Ik dacht, nou ja, dat weten mensen wel. Ja, ik doe werk en opdracht. 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 Hell ja, yeah. Ik doe werk en opdracht. Heb je het potloodje gejat of niet? Nee. Oké, netjes. Ik kreeg ook niet de indruk dat hij mee mocht. Nee, dat mag ook niet. Stemhokje. Uit moet delen, hoe is dat, nee, hoe is dat afgelopen? Niet, dat niet. Nee, ik heb wel op kussens gestaan, dan een kopje op mokken. En ik heb op, hey joh! Je hebt thuis een dekbed met je eigen hoofd erop. Ja, met mijn hoofd erop van de UEFA Champions League, vanilleplaatje stond ik op. Kang, moet je volledig geverfd worden? Ja, inderdaad, dat is wel de bedoeling. Met de zwangerschap is het er jammer genoeg niet van gekomen. En dan is ons Marietje geboren, dus daarmee dat eigenlijk altijd een beetje uitgesteld is gebleven. Dus het zou fijn zijn als hij toch gedaan. Ja, zet mij maar aan het werk. Ik heb nu al geroerd in de pot. Wat wilde je graag dat ik nog doe? Je mag eventueel meehelpen afplakken of je mag al beginnen schilderen, afhankelijk van wat de man daarvan vindt. Ik ben meer voor het vettige werk, dus laat dat afplakken maar aan de Jonas. Jonas, is het goed als jij verder afplakt dat ik begin te schilderen? Helemaal goed, ja. Dan kunnen we ook eens zien werken. Hè. kan Marietje misschien ook iets doen? Tuurlijk, ze kan mee assisteren. Ja, ze wil nu al de microfoon pakken. Misschien moet ik dat gewoon aan haar geven. En dan virus kunnen jij naar huis gaan. Hey, top. Ik ga beginnen schilderen, jongens. Tot straks. In Zichem. En wat gaan wij doen zo meteen? Wat moet de klusjesman doen? De glijbaan maken. En hoe lang staat die glijbaan hier al omgemaakt? Lang. Al lang? Misschien veel te lang, hè? Gaan we daar vandaag een verandering in brengen? Ja! Ja! En zijn jullie blij? Clara, dikke duim? Ja. Dikke duim? Ja. Oh, zwaar leven. Nee, wat moet er gebeuren hier? Er moet een deur komen naar het toilet, zodat we toch wat meer privacy hebben. Ah ja, oké. Dus als ik pipi moet doen, dan is het voorlopig... We hebben naar de keuken toe nog een schuifdeur. Ah ja. Dat is al iets. Maar een deur naar het wasgerief zelf zou toch een beetje handiger zijn. Oké, cool. Stijn! Ja? Alles oké daar? Goed. Heb je mijn hulp nodig? Ik heb zelfs een glijbaan vooral nodig. Dan gaat ik even moeten opstaan. Ah, ja. En dance station. Daniel, Max en Jarno. Ah, wat een trio. En dan voeg je daar zo meteen ook nog eens de bedpartner bingo aan toe. Niet te stoppen. Sick. Play music. Play life. Ah,
denk podiumdier. Witkoormeester, toetst u het maar in. Het wachtwoord. Oh, zo spannend. So, ich bin jetzt gerade bei Reese im Studio. Gleich geht's los. Ich spiele jetzt gleich hier live auf diesen wunderschönen Playern für euch von 18.45 Uhr bis 19.45 Uhr. Gary's? Ja, so ist es. Bis gleich. Maar kunnen. Je moet wel alles kunnen roepen. Ik vind het echt serieus belachelijk. Belachelijk. En nogmaals, de familie De Mol, het zijn niet mijn vrienden mensen. Echt niet. Integendeel. Niet als er niet vijanden, maar ik bedoel, ik heb een kuttijd met Talpa gehad. Ik ben op een walgelijke manier weggegaan daar. Maar bij de radio toen. Maar ik vind dit echt veel te vet. Voorziet, en dan hoor je op een gegeven moment in de hoek, hoor je... Godverdomme, neem je telefoon. Serieus? Zo grappig. Maar dat is... Als je dat soort geheimen wil bewaren, moet je geen papegaai hebben. Ja. Ja, mijn ouders hadden ook wel een papegaai. Waar ben je? Och, jongen, toch. Q-music. NPO Radio 2.